Het was gewoon gaan, elke hou, net iets harder. En dan zien we het op de eindstreep. Dus voor ons was het denk ik ook spannend, maar op een andere manier. En Lisa, heb jij dat gezien? Of, Ik heb helemaal niks gezien. Ik wist helemaal niks. Over de streep keek ik naar links naar het scorebord en toen wist ik het. Ja, dus, maar je voelt denk ik wel een beetje van hoe het erbij ligt, dat het spannend is. Dat maak je neem ik aan wel een klein beetje mee. Nou ja, ik wist natuurlijk dat Canada een van de kanshebbers was, net als wij, omdat we de hele tijd vergelijkbare tijden aan het varen waren. En toen we daar overheen schoven, toen had ik wel het idee dat het goed ging. Maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks. En ja, ik heb vanaf de 800 meter, ik weet niet precies, ik heb gewoon alleen maar gewoon uitgevoerd. En gewoon alleen maar harder. Dus vanaf de 800 meter gingen we elke keer een tikje harder, totdat we bij de streep waren. En ik had echt geen idee, want ik heb alleen maar voor mij uitgekeken. En iedereen lag helemaal rechts, dus ik moest ook echt omkijken. En ik dacht, ja, dat voegt toch helemaal niks toe. Hey, en hoe bevrijdend was het toen, het bronzen medaille? Heel erg. Ja, ik kon het eigenlijk niet echt geloven. Ik heb best wel lang nog zitten wachten totdat het scorebord echt helemaal was ingevuld. Want ik dacht, straks gaat het nog omruilen of zo. Ja. Maar ja, echt super blij. Het is wel echt een mooie afsluiter van het toernooi. Ja, en tenslotte betekent dit, jullie hebben kort met elkaar geroeid, dat er nog meer in het veld zit volgend jaar? Dat is wel de bedoeling. Ja, dan gaan we nou even verleiden, hè? Dat is altijd een goed idee. Nee, maar voelt het ook zo? Ja, ik denk wel dat we. Ja, we hebben gewoon wel een heel goed jaar gehad qua trainen en qua focus. Maar ik denk als je nog zo'n jaar nog wel weer wat stappen maakt, dat het zeker. Er zijn nog zeker dingen die beter kunnen.